take it slow, take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Speciaal voor Gijs Scholte van Aschat, die is hier, acteur. En je vindt het wel een mooi nummer, toch? Ja, vind ik een mooi nummer, ja. Ja, ja, we dachten, we willen je goed stemmen voor dit verhaal. Nou, dat is gelukt. Ja, je bent hier vanwege een reden. Ik zal het even benoemen. Red het Nederlandse toneelrepertoire. Die oproep doet acteur Gijs Scholte van Aschat. Volgens hem zijn er veel toneelstukken van Nederlandse toneelschrijvers die niet of nauwelijks gespeeld worden. En dat is zonde. Het project In Reprise wil die stukken onder het stof vandaan halen. En acteur Gijs Scholte van Aschat is bij dat project betrokken en gaat hier over verhalen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nogmaals, waarom is dat nodig? Waarom moet er weer het Nederlands repertoire in reprise komen? Kijk, stukken worden geschreven en die worden dan één keer opgevoerd en dan verdwijnen ze in een la. Dat is jammer. Kijk, er zijn heel veel stukken die echt wel een tweede leven verdienen. En bij de bezuinigingen 4 jaar geleden is het Theaterinstituut aan de Herengracht komen te vervallen. En dat was eigenlijk het soort centrum voor het toneel. Mm-hmm. Waar tentoonstellingen, je kon er naar binnen lopen, voorstellingen zien digitaal. Stukken uit de kast trekken. En dat zit nu bij de bijzondere collecties van de universiteit. En dat is moeilijk toegankelijk. Dan moet je aanvragen en dat duurt een tijdje. Dan kan je niet lekker in gras duinen. Ja. Dus het idee is eigenlijk net zoals bij de musea, dat onze klassieke werken van Rembrandt, van Vermeer, noem maar op, altijd te zien zijn en als inspiratie kunnen dienen voor deze tijd, voor schilders van nu. Ja. Ook een gedeelte van het klassieke toneelrepertoire altijd voorhanden is. En daarvoor is een initiatief genomen door de Universiteit van Amsterdam. En de werkgroep Dramaturgie van de universiteit, ook in Leiden, in Neerlandistiek, om een website op te zetten met daarop de belangrijkste stukken. Zodat ze wat beter toegankelijk zijn. Want is het denk je echt zo dat dat aanstormend acteurs, dat die daar naar binnen lopen en denken, want nou ja, ik moest er namelijk aan denken, ik heb zelf ooit in een heel ver verleden heb ik ooit toelating gedaan voor de toneelschool Amsterdam. Ah. En toen ben ik daar geweest. Op het Theaterinstituut. Ben ik daar op het theater. Inderdaad, heb ik zitten bladeren. Ja. En dat was heel makkelijk. Je meldde je aan, je kon naar binnen. Ja. Overigens weet ik niet meer wat ik toen uit heb gekozen. Daar is het te lang geleden voor. Maar dat was heel laagdrempelig. Dus ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Maar denk je echt dat het zo werkt dat jonge mensen in aanraking daarmee komen en het in hun hoofd houden en denken, daar moet ik later nog iets mee met dat stuk? Nou, kijk, ik denk sowieso dat het goed is dat ze weten dat er een plek is waar ze het kunnen vinden. Ik zelf wist bijvoorbeeld niet dat alle stukken die in Nederland tot 1806 zijn verschenen, het zijn er 12.000, op een site Cineton staande. Ik ben daarin gaan grasduinen, omdat ik me hierin verdiept heb. En daar kwam ik geweldige stukken tegen. Het gestoorde naaipartijtje van Willem de Vijfde. Ja, we hadden het er net even over. Ja. Het gestoorde naaipartijtje van Willem de Vijfde. Ja, dat gaat dus over. Dat was een schotschrift, eigenlijk een soort satire op Willem de Vijfde. Ja. Die in een café, een bordeel komt. Daar gaat naaien met Klazina. En dan gestoord wordt door Hollanditis, dat is dan de staat en hij was de stadhouder. Dus dat is een soort stuk wat geschreven is als kritiek op hem. En hij is een dronkenlap en hij krijgt hem niet overeind. Het is zeer vunzig, er komt naakt in voor. Hij greep haar bij de borsten en zij ontkleedde zich geheel nakend. Ik dacht, 1786, ja. Mind you. Kijk, ik zeg niet dat stuk geschreven moet worden. Ik denk wel dat als je dat leest als student of schrijver, dat je denkt, wauw. Misschien moet ik nu eens het schrijven over het gestoorde naaipartijtje van de heer Wilders. Met het hoertje Saïda. Ja, ja. Begrijp je? Ja, ja. Om je te laten inspireren door de oude teksten. Mm. Kijken wat er toen gebeurde. Of het totaal in een nieuw jasje te steken. En de Spaanse Brabander van Bredero is als inspiratiebron te nemen. De stukken van Maria Goos, de stukken van Alex van Warmerdam, Gert Thijs, Willem-Jan Otten. Maar is dat niet ook een beetje, dat is nou eenmaal, dat is wat er gebeurt met kunst. Dat voer je op en dan is het weg. Ik bedoel, wat dat betreft, wij maken elke dag een nieuw radioprogramma. Ja. Vanmiddag om 2 uur is het weg. Precies, dat is jammer. Maar dan maken we morgen weer een nieuwe. Dat is de traditie met de voorstellingen. Dat is ook zo. Ik weet het zelf. Ik speel een voorstelling en daarna is er niks meer van over. Nee. Maar die toneelstukken, die zijn er. En die zijn ergens. En die hebben heel veel potentie in zich. Ik zeg niet dat iedereen meteen allemaal Nederlandse stukken moet gaan spelen. Ik zeg alleen, ze moeten beter toegankelijk zijn. Ja. En dat is vooral voor de
jonge regisseurs, die jonge dramaturgen, die jonge acteurs. En daardoor hebben we die in reprise opgezet. Het is niet mijn initiatief, maar ik steun het van harte. En wat we eigenlijk willen doen is tegen de studenten op de toneelschool en dramaturgie en regie zeggen: kies nou een stuk uit, kies er een scène uit van een oud stuk, of een stuk uit wat 3 jaar geleden is gespeeld. Uh-huh. Doe er iets mee, en dat doen we alle toneelscholen op 1 dag bij elkaar, laten die scène zien, en 1 van jullie mag het stuk uitvoeren en professioneel spelen, als een soort prijsvraag. Aha. Ja, en die mag dan met jou spelen bijvoorbeeld? Nou, ik weet niet of... Nee, ah, niet met jou. Ik wil er best bij helpen. Maar kijk, ik speel bij Toneel op Amsterdam. Dus, ja. Maar dat mogen ze dan zelf doen. Allemaal jonge acteurs, jonge regisseurs. Op die manier, ja. Ik heb genoeg te doen, begrijp je? Laten we... Ja, dat is toch jammer dit. Een klein minpuntje misschien. Ja? Ja. Nee, laten we het even... Dat we weten waar we het over hebben. We reizen even door de geschiedenis van het Nederlandse toneel. Luister even mee. Elke liek. Gods opdracht laat geen spatie. Het hemelse gerecht heeft zich ten lange leste erbarmd over mij. En we hebben gewipt op dat de matras, dat er een zoort piept op dat gij het zou het horen. Ik heb soms tegen de klippen opgeprobeerd om iets van mijn leven te maken. Ja, korte reisje door de tijd. Mooi. Je hoort in chronologische volgorde elke lik. De Gijsbrecht van Amstel, Hugo Claus, Maria Goos en Tom Lanois. Noem eens 1 stuk dat nooit meer wordt opgevoerd, Gijs Scholte van Aschat, waarvan je denkt, nou, dat moet echt komen en daar wil ik wel een rol in spelen. Chemisch huwelijk van Gerrit Komrij. Een stuk dat in 1982 is opgevoerd. Zeer barok in zijn taal. Heel vettig geschreven. Ik ben wel benieuwd hoe dat nu zou klinken. En wat. Ik zal het eens aan Ivo geven en kijken of hij er iets mee heeft. Ivo van Hoven. Dan is er een stuk Hond begraven, een komedie van Karsten Woudstra, ook in de jaren 80 geschreven. Wat ik ontzettend geestig vond om te spelen. Want ik denk, nou, dat zou best nu meteen weer gespeeld kunnen worden. Verder terug zijn natuurlijk Vondels. Maar goed, die zijn genoeg gedaan. Ik denk dat het leuk is voor mensen om te grasduinen en er iets uit te halen. Nou, denk je ook niet? Ik kan me ook voorstellen dat als er. Hè, dat ook een kwestie is van vraag en aanbod. Dat als mensen zouden bellen naar de theaters van waarom hoor ik nooit meer. Waarom zie ik nooit meer iets van die of die acteur? Ik denk auteur. Die mensen zelf weten het eigenlijk ook niet meer. Nee, die weten het niet meer. Nee, het is hetzelfde dat de mensen niet het museum opbellen en zeggen, waar is dat ene schilderij van Frans Hals gebleven? Dat zien ze, denken, wauw, een mooie schilderij. Dat denk ik niet dat het zo gaat. Het gekke is natuurlijk wel dat bij de amateur... Er zijn heel veel amateur toneelgezelschappen in Nederland. Daar wordt het wel gespeeld. Daar hebben ze 91 keer Maria Goos gespeeld. Alex van Warmerdam wordt daar gespeeld. Dus daar is het Nederlandse repertoire veel populairder. Maar wie is er dan schuldig aan, als je het zo mag zeggen? Het is niet schuldig. Er moet aandacht voor zijn. En ik denk dat deze plek... die we creëren, kan helpen om mensen daar naartoe te leiden. Het is eigenlijk gewoon dat je zegt, waarom zien we die oude schilderijen nooit meer? Waarom kunnen we daar... Ze liggen in het depot, liggen ze maar te verstoffen. Ja, precies. Dus laat ze zien. Laat die stukken zien. Maar andere stukken, hè? Bijvoorbeeld, ik bedoel, andere schrijvers, Shakespeare, wordt voortdurend opgevoerd. Absoluut, ja. Nou, Shakespeare moet je... Ik kom niet aan Shakespeare, want die is buiten kijf. Dat is gewoon een van de maar beste. Maar goed, Chekhov bijvoorbeeld. Chekhov, Ibsen, ja. Ja, dat zijn natuurlijk de groten der aarde. In Nederland hebben we natuurlijk Klaus in ons Nederlands taalgebied. Die wordt ook nog gespeeld. Vondel, mondjesmaat. Gaat het niet ten koste, denk je, van die stukken dan? Nou, dat zal niet zo snel gebeuren. Die worden over de hele wereld gespeeld. Als wij hier eens een paar Nederlandse stukken doen, dan zullen die schrijvers dat niet zo erg vinden. En wij spelen genoeg Ibsen, Tsjechovs en Shakespeare's. Dat is geen probleem. Tot slot, Gijs Scholte van Aschat. Jij gaf net aan dat je graag het chemisch huwelijk zou willen spelen. Pak de microfoon. Ik pak de microfoon. Maak ons warm. Aan woorden geen gebrek. Maar wat is de inhoud? Ik zou niet kunnen zeggen wat voor vat die Max is. Rond, eivormig, vierkant zelfs. Maar hij klinkt altijd hol. Een vaag gerommel dat met elke wind meewaait. Een mossel heeft meer ruggengraat. Een tol van rubber, werkelijk. En dan graaf Manfred. Zo fantasieloos, moeizaam en verwaand. Hij snorkelt. Veel techniek en weinig kunst. Het is alles zitvlees. Zijn gedachten zelfs. Al wat hij aan ideeën heeft, is zitvlees. Het is een broeikas hier.
Naar rozenolie ruikt alles, zwaar, vermolmd en monotoon. Ze denken zo spontaan te zijn. Maar zelfs in bed zet Max zijn lauwerkrans niet af. En Manfred lijkt, ook als hij wakker is, nog op een pop. Uit dode kurk gesneden. Nee, te veel eer. Een silhouet, een masker, geschilderd op een lakdoos. Dan is Max tenminste minder plat. Maar ook bij hem verbeeldt een deel zich het geheel te zijn. Een struisvogel, jawel. De kop in het zand, je ziet alleen zijn stuit. Ik wou dat hij zijn hersens meer gebruikte dan zijn kont. Mooi. Chemisch huwelijk van Komrij. Dat moet er dus weer komen. Ja, ja. Mooie taal. Dankjewel, acteur Gijs Scholten van Aschat.